Dat is wel. Kijk nou uit! Wat de fuck is gebeurd? Misschien is er iets ingestort. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. En ik sta alweer vroeg in de garage bij mijn auto. Want ik ga nu richting Haarlem, want ik ga weer lekker sporten. Maar. En de cold start in de garage blijft fantastisch. Maar goed, ik ga nu richting Haarlem, dan ga ik lekker sporten. En dan ga ik weer terug naar huis, want er komt vandaag een nieuwe bank. Voor bij de eettafel, zeg maar. En er komen nieuwe stoelen. Dus dat wordt hartstikke leuk en ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. Maar eerst gaan we even lekker sporten! Vorige keer was ik zo trots dat ik op tijd was. Maar ik ben nu iets van 8 minuten te laat. Omdat heel de straat staat voorgeparkeerd, dus ik sta nu helemaal aan de andere kant. Maar goed, kan een keer gebeuren. Of heel vaak. Of ik hou gewoon mijn mond, ik ga nu sporten. Ja. Wil jij een broodje? Nou, ik dacht, ik ga vandaag eens een keer geen broodje halen. Want zeg maar, jij zou eigenlijk de trainer moeten zijn om te zeggen van we gaan het niet doen. Ja, wat is er nou voor onzin? Guus? Moet je een broodje halen of niet? Guus, broodje halen ja of nee? Ja, broodje? Hij is het Oké, wacht. Wil je Ramon of Josie's? Ja, maar let op hè, Guus, kom eens hier. Hij moet even in je oor fluisteren denk ik. Guus, moeten we een broodje eten? Wat zegt hij? Weet je zeker? Ja, wat zegt hij? Ja, jawel, Ramon? Ja, joh. Nou, jongens, dan gaan we maar weer een broodje halen bij Ramon, zoals altijd. Guus, dankjewel. Kijk, weet je wat het is? Wij wilden eigenlijk geen broodje halen, maar... Guus wilde heel graag een broodje eten. Dus, ja. We moesten wel. We moesten wel. Kijk, wij zijn natuurlijk echt heel erg bezig met sporten. Hidde ook natuurlijk personal trainer. Dus wij willen eigenlijk normaal gesproken geen broodje eten. Maar vandaag is het de dag van Guus. Hey, zie je, hij loopt op voor. Ja, zie je? Guus, gaan we naar Ramon. Gaan we kip halen. Ja. Jongen, het is niet blij, hè? We gaan even lekker een broodje halen. Ja, dat ziet er echt schattig uit met dat pootje. Jawel, hè? Maar hij is zo gewoon... Hi, echt... goedemiddag. Vincent. Hij zit me ook echt aan te kijken, wat doe jij nou? Hallo? Waarschijnlijk gaat hij zo gewoon in slaap vallen. Het ochtendje sporten en lekker een broodje eten zit er alweer op. Ik ga lekker richting huis, want de bank en de stoelen die staan er al. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga er nu heen en ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Jongens, ik ben thuis. Ik ben thuis. Ik heb een tafeltje, jongens. Kijk eens eventjes. Oh. We hadden ooit dit ding gekocht, maar dat werkt niet helemaal goed. Want alsnog wordt de hele tijd dingen vanaf gegooid waardoor de bank vies wordt. Wil, wat ligt er schattig bij? Ik ben een beetje ziek. Oh nee. Ben je een beetje ziekjes, jongen? Maar je had ook een beetje diarree. Of nee, wat had je nou? Je moest overgeven. Ja. Ik denk dat het komt door het eten van gisteren. Het was pittig. Ja, maar normaal kan ik er gaan pieten. Er zat kipsaté bij, misschien was het niet gaar. Kan gebeuren, maar moet je eens eventjes kijken. Wauw, we hebben een nieuwe bank. Oh, dit is zacht. Zo. Dit is mooi, hè? Ja, dit is fucking chill. Oh, dit ziet ook veel lekkerder, man. Het ziet ook veel mooier uit. 3 stoelen erbij. Het is een beetje een soort van... Ja, blauwige kleur, donkerblauw. Wauw, het ziet er goed uit. Veel beter weer. We krijgen nog een andere tafel. Deze tafel is nog niet helemaal in verhouding met zeg maar, de lengte van de bank. Alleen, dat komt eraan. Zo. Jongens, ik ben even gestrand op de bank. Ik zei net al tegen Willem, die daar ligt. Als ik op deze bank ga zitten, dan krijg ik gewoon standaard een inkakker. En dan lig ik weer helemaal zo. Wah. Deze bank is gewoon te lekker. Hij zit gewoon te lekker en te comfortabel. Hey. Maar I was like falsely arrested. Was het leuk op school? Ja, dat was echt leuk. Hey, wat is dit? Goed om te horen. Wat is dit? Een tafeltje. Oh, die ook besteld. Hè? Die ook besteld. Nee, die heb ik opgehaald op baan. Oh, dat is chill. Goed, hè? Ik kan dit wel weg, toch? Yeah. Ja. Was het leuk op school, Ruud? Ja, echt. Wat heb je geleerd? Wat heb je geleerd? De positionering van Albert Heijn in de supermarktbranche. Dik. Ja. Dat is wat. Oké, sorry.
is natuurlijk niet nodig. Gaat het wel? Nee. Echt vervelend. Ik vroeg alleen hoe je schooldag was. Wat is het een lekker weertje geworden? Niek die komt hier straks heen en dan gaan we lekker een balletje trappen, jongens. Hebben we er een beetje zin in? Ja. Yeah! Wat gaan we doen? Voetballen. En we moeten nog een bal kopen. We moeten ook nog een bal kopen. Kijk, toch handig die stoel hier, hè? Komen ze toch van pas? Nee, die moeten zo mee meenemen. Die moet echt weg. Sfeervol. Ik vind het ook wel sfeervol. Oké, okay, wat doen? Hey, jongens, wat gaan we vanavond doen? Ik moet morgen op tijd naar Schiphol. Waarom ga jij naar Schiphol dan? Ik ga naar Barcelona. Ga jij naar Barcelona? Ja, man. Ik wil ook naar Barcelona. Oké, okay, ik ga ook wel. Willem, wil je gewoon weg hebben? Ga gewoon mee, zeg ik. Als ik weg zou gaan, dan zou Willem domme vissers geven hier eens één. Ja, dat is eigenlijk gezellig. Oh, doe eens even helemaal normaal. Wij gaan nu eventjes naar beneden. Dan ga ik de voetbalschoenen uit mijn auto halen. En dan gaan wij eventjes naar de Bijlmer. Daar, bij de arena. En hey, er is weer een regenboog. Dan gaan we even een bal kopen. En dan gaan we straks hier gaan we voetballen. Wil. Ja. Stoel. Gang. Stoelgang. Nee, dat is echt heel slecht. Heb jij een sleutel mee? Ik heb mijn sleutel mee, maar doe gewoon open! Je bent echt een pestventje, weet je dat? Echt een stom... Niet aan me zitten. Oké, we gaan naar de auto. Schattig. Oké, zullen we verder gaan? Wat een zacht haar. Hallo! We gaan naar de Decathlon en we gaan een bal kopen. Decathlon bij de Johan Cruijff Arena? Ja! We kunnen ook gewoon bij een Ajax Store een bal kopen. Nee. Een echte Ajax bal. Nee, ik wil gewoon een bal. Nee, je moet een goede bal. Gewoon een Adidas bal. Een broodje bal. Een broodje bal. Wat is het hier ontzettend druk, joh. Ja, het is druk vandaag. Ja, meet and greet. Ja. Zo. In de Decathlon heb je altijd zoveel leuke spulletjes allemaal. Allemaal spullen om te wandelen. Maar we hebben een bal nodig. Een bal. Ja, we gaan de goede kant op. Oh, voor de sneeuw. Hè? Nee, zo één. Oh ja. Maar deze, oh nee, deze voelt ook wel lekker, hè? Nou, jij bent de voetballer hier. Is hij goed gekeurd? Hij is vrij hard. Maar ik kan ook deze kunnen. Nee, maar deze gaat kleiner. Die is niet kleiner. Ja, maar die kan je toch wel oppompen hier? Nee, ze hebben geen punt. Ik heb net gewonnen. We hebben een goede bal nodig, jongens. Dit is echt een goede. Dit is gelijk duur. Ja, maar kijk, je moet niet bezuinigen op een bal, anders kan je niet goed voetballen. Hé, is wel mooi hoor. Hé, hey. Oh, sorry. Hij is niet zo heel. Zo. We hebben een mooie bal, jongens. Nee, ik wil die, hebben ze die? Nee, hebben ze die. Ik zeg deze. Ik vind die Premier League bal heel vet. Ja, die is echt vet. Oké, jongens, de bal is gekozen. Een mooie Adidas bal. Ach, dat vind ik helemaal niet. Niet. Ja, jij gooit dingen naar mij. Nee, ik ving hem wel. Zo, wow. Ja, dit is mooi, Nick. Niet normaal. Niet normaal. Ik heb wel het gevoel dat wij straks uit de Decathlon worden gestuurd. Zo, klaar. Nou, ik heb het gevoel dat als je filmt in de Decathlon, dat je altijd wordt weggestuurd. Hier, nou, laten we gaan. We hebben gevonden wat we nodig hebben, jongens. Een bal. Ga dan diep. Wie gaat er diep? Willem gaat diep. Ik zeker niet diep. Willem gaat wel diep bij de chickies. Oh. Kijk nou uit! Nee. Is ver? Nee. Niet ver? Wat heb je trouwens vanochtend getraind? Jij was er niet. Nee, helaas. Aanname! Pak hem, Wil, pak hem! Wil, we zijn bij de plaatselijke voetbalclub! Hey, doe eens even normaal, man. Geef me mijn voetbalschoenen terug. Geef me de kies van mijn truck terug. Geef me de kies van je truck terug. Kijk eens, jongens. Wat een leuk voetbalveldje zo. En op loopafstand van ons huis. Dus we kunnen elke dag lekker een balletje trappen als we willen. We hebben nu een bal, we hebben voetbalschoenen. Hoeveel dan? Genoeg, we hebben 3. Als jij, nee. Maar Willem die heeft maar 43, dus ik weet niet of dat lukt. Haha, Willem. Haha, loser. Haha, Willem heeft grote schoenen. Let op, jongens. In de kruising daar. Oké, nou niet in de kruising, maar wel in het goal! Willem voelt zich een beetje gepest door ons. Waarom? Wat zeg je de hele tijd? Willem! Zielig. Zie je er echt mee dat je gepest wordt, of niet? Ja. Waarom? Nou, omdat ik een beetje misselijk ben. Zo! Lekker gezond,
Nou jongens, wij gaan even voetballen. Even een korte uitleg. We zijn aan het 16 meteren, dus je moet dan vanaf de 16 meterlijn op goal schieten en je hebt 10 levens. Ik heb nog maar 1 leven, dus als deze bal wordt gescoord, dan ben ik de lul. Dus ik ga hem even hier neerzetten. Ja! Wat een slechte bal! Wat ga je doen? Ja? Oké, doe ik dat. Klaar, Nick? Ja. Hoppa! Zo! Oké, als ik deze mis, dan ga ik op goal. En dan kan iemand bij mij scoren en dan wordt het billetje. Dus, Ja, dat gaan we doen, jongens. That's what we gotta do. Volgens mij is het klaar, of niet? Het is klaar, jongens. Het is klaar. Doe wel een beetje normaal. Ja, ja. Zeker. Fuck. Hey. Zo. Hey, maar die was wel lekker. Ja. Deze geluiden maak je ook gisteravond, hoorde ik dit. Oh, dit was echt een vieze vol. Oh, maar echt precies hier. Laat even zien, laat haar even zien. Oh nee. Ja, laat je kontjes zien. Oh. Moeten er nog 3. Kom maar, geef maar mij. Ik film wel voor die bal op je aans komt. Oh nee, nog 2. Oké, okay, Willem. Wim, liever op de kuit, hè? Nee. Nee. Hey Willem, jij bent echt zo'n naar ventje. Dat is echt niet te doen hoe vies jij bent. Ik heb idee. Hey, hij rolt die bal gewoon echt op de helft en hij schiet damp op je reet. Alle karma die je van... Je pest me al de hele dag. Miek, wij zijn toch best vrienden? Ja. Oké. Okay. Iedereen heeft hem geraakt, hè? Ik wil naar huis. Gaat het, jongen? Auw. Oh man. Willem. Hey, Willem moet nu staan. Willem staan. Ik vind het gewoon eerlijk, Willem die heeft de bal naar voren geschoten. Ja. Kijk jongens, een regenboog. Kom maar. Maar ik mag dan ook gewoon van die afstand. Nee. Nee, gewoon van die 5 in. Vim mist hem toch wel. Ja, dat denk ik ook hoog over. Of via de lat op de achterhoofd, Willem. Over. Nee, niet kijken. Ah, schammetje. Ah. Oh. Ik zou wel lief zijn. Hè. Ik ben er klaar mee. Ah! Hey, kom eens. Ik ben al genoeg. Nick, moet je wat kappen? Ja, is goed. Het begint opeens keihard te regenen. Ik vind dat echt niet leuk. Gaat het, Willem? Ik vind dat echt niet leuk. Wow, wat is er? Ik vind dat echt niet leuk. Ben je nat geworden? Nee, wat Nick doet, vind ik echt niet leuk. Nick, je had niet mogen wegrijden. Oh, ik heb pijn aan mijn voeten, deze roze klompen. Ah. Klimpen. Jongens, we hebben lekker gevoetbald. Dan gaan we lekker naar huis. Oké. Niek komt op het idee. Niek gaat van die kant naar deze kant rijden. Ik ga hier staan. En ik ga proberen de bal in het achteruit te schoppen. Maar wel zachtjes. Dat eerste poging krijgt hij €50. Tweede poging 40, 30, 20, 10. Ja? Jezus. Ik kom heel zwaar. Oké, wacht, doe het niet. Nu vanaf, nog 1 keer vanaf die kant. Oh, shit. Oh, dit hoor je echt hard. Zo'n slecht idee van die. Ik weet niet waarom hij dit een goed idee vond, maar het is niet gelukt. Helaas. Oh, Niek. Ja. Ik hap niet. Haf, 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 haf. Daar zijn we weer. Wil bij de Belmer. Maar jij moet even iets opnemen. Ja, ga je straks je boek bij doen? Ja, ik heb dus iets doms gedaan. Ik moet dus een campagnevideo opnemen voor het Milieu Centraal. Dat je geen plastic bekers wegwerp dingen meer koopt. Maar dat ja. Alleen dan loop ik eens in mijn onderbroek mijn huis uit. Zo van dat ik alles mee heb behalve mijn broek. Die ben ik dan vergeten. Maar ze hadden feedback gegeven dat ik ook nog op het station een filmpje moest maken. Maar ja, ik liep zonder broek de deur uit. Dus nou moet ik... Dus nu moet je straks op het station staan. Hier bij de Belmer. Zonder broek. Dat is wel het idee. Oké. Jongens,
Huh? Even een behind the scenes van een influencer die een campagne gaat opnemen. Ga je dit echt filmen? Nick, kom, dit kan jij. Ja, dat kan ik. Take 1. Super stom. Oké, okay, ik ben dus bijna bij het station. Tenminste, ik ben bij het station. Maar het is dus echt een voordeel als je... Nee, ik kan het niet zeggen. Ja. Ja. Ik heb dus mijn eigen mening in BKM. Het is dus goedkoper en beter voor het milieu als je dus je eigen mening in BKM. Dus ik ga nu zijn. Ben je tevreden? Nee. Nog een keer. Take 3. Take 36. Nou, Niek, ik vind het wel jammer dat je niet je broek hebt uitgehaald. Ik dacht, nou, ik heb eindelijk een leuke clickbait. Weet je wat Niek komt? Heeft zijn broek uit op nou, het station. Moet die even uit? Ja, weet je, trouwens, ik heb hier trouwens dat voetbalbroekje eronder. Weet je wat het is, Vin? We hadden geen Alfie chipkaart mee. We konden het bron niet op. Dat was het. Super stom, we moesten eigenlijk zeg maar echt het station op, zeg maar het bron op. Maar we hadden allebei geen OV-kaart. Sterke koffie, hè? Maar we hadden allebei geen OV-kaart, dus er kwam het bron niet op. Dus lekker handig, dus, maar we hebben het anders opgelost. Dus het is gelukt! Gast, er kwam net iemand naar me toe. En die zei echt van, je bent echt fucking lekker. Toen gingen we zoenen. Heel bizar. Hoe? Soms vraag ik me echt af. Ja. Gewoon, dan... Vraag ik me af wat er in jouw kop rondgaat, dat je dan terugkomt en denkt, dat ga ik zeggen. Ik denk niet dat ik dat ga zeggen. Het is gewoon een impuls. Het komt gewoon random in me op. Het is niet dat ik het wil of zo. Ja, ik moet even anders. Oh, nee. Past het net. Jij bent gewoon niet goed eigenlijk dus eigenlijk. Je wilt dus eigenlijk zeggen dat je niet helemaal oké bent. Nee, maar dat heb ik heel vaak. En ik moet misschien iets meer normaler gedragen, want ik heb ook een hele normale kant. Maar elke keer als jouw camera aangaat, dan ga ik... Nou, ook zonder camera ben je niet echt normaal. Maar het is niet erg, want dat maakt ook wie jij bent. Weet je wat is? Ik probeer gewoon jouw filmpjes... Je mag. Gewoon net even wat leuker voor je te maken. Een touch te geven aan mijn filmpjes. Dat doe ik voor jou. Een touch te geven aan mijn filmpjes. Ja, dan denk ik van, dan zijn ze een keer tenminste leuk. Ik zet hem uit. Dankjewel. Zo, in de garage. What the fuck? Er stonden echt net heel veel mensen hier. En er staat een brandweerauto en de garagedeur die is dicht, terwijl die net open stond. What the fuck is gebeurd? Misschien is er iets ingestort. Heb jij je ding bij of niet? Voor je garage? Hé, wat is gebeurd? Hé, maar er was wel een brandweerauto net. En er stonden allemaal mensen te kijken. Maar we zijn nu in de garage en we zien helemaal niks. Maar ik dacht even van, ik zag allemaal mensen kijken, daar staan voor de ding. Hoor iemand gillen? Serieus? Niek. Nee, het is heel raar, want er stonden heel veel mensen voor het gebouw, die stonden te kijken naar het gebouw, er stond een brandweerauto. Dus wij denken van, er is iets aan de hand, is er ergens brand in het gebouw, of is er misschien in de garage brand. Maar... Ach, tyfus. Oh, jezus, gaat het wel? Het is nieuw. Het staat er net nieuw, ja. Maar er is gelukkig niks aan de hand. Ja, zoals je ziet, wij zijn weer lekker thuis en we gaan naar boven kijken wat Willem en Ruben aan het doen zijn. En gelukkig is er niks gebeurd. Ja jongens, Volendam tegen Creators FC. Maar Niek, wij spelen niet mee, want dit is het vrouwelijke team. Jij zou wel mee kunnen. Waarom ben je dit aan het kijken? Jullie willen gewoon knappe meiden spotten, hè? Hou die piemels in je broek. Hey, dat zag ik. Nee, heel grappig. Creators FC heeft nu ook eens een keer een vrouwenwedstrijd gedaan. Dus ja, ik snap wel dat Ruben en Willem aan het kijken zijn. Zeker grappig, ja. Holy shit, jongens. Wij zitten nu naar een video te kijken van een X6M competition. Ik vind dit zo dik. Het is echt niet normaal. Kom, laten we er eentje gaan ophalen. Met het geld wat ik niet heb. Ik leg bij. 10 euro. Top, Niek. Wil jij sponsoren? Oh ja, ik leg wel een tientje bij. Ja? Nou, dan ben je in totaal 30 euro. Dat is toch top. Misschien kunnen we dan... Schappen zelf, een kleintje. Nou, waarschijnlijk is dat ook al 300 euro. Echt? Denk het al. We zijn gedoucht. En het outfitje is weer aan. Ik heb mijn Jordans aan. Met een groen shirt. En een zwart jasje. En we gaan naar Loetje. Ja, ga je mee? Zit je weer in jezelf te praten, joh? Nee, ik praat tegen jullie. Wil. Willem, is dit je vriendin? Welke? Ik had een heel leuk liefde. Hij doet echt vloer. Nee, jongens, dit is gewoon een vriendin van Willem. Die gaat gezellig mee uit eten. Wat jij allemaal... Wat is er nou? Ik heb gewoon zoveel trek in een stuk vlees. Dat gaat toch lekker doen, jongen? Ja, maar kijk, als het nou niet... Peters. Als we nou geen plek hebben, wat dan?
Ja, dan moet je toch zelf iets proberen te maken, hè? Soms heb ik gewoon dat opeens zo hards iets in me opkomt dat ik denk, ik heb gewoon zin in Loetje. En vandaag is zo'n dag. Dus ik hoop dat er plek is. Dus we gaan gezellig met z'n vijf erheen. Met Niek, met Willem en Filou. En Filou is gewoon een vriendin van Willem. Die gaat gezellig eventjes mee. En natuurlijk Ruben. Ja, ik zei al wedden dat hij gaat doorrijden, maar ja, hij kan er toch niet uit, want hij heeft geen pieper. Ik kan wel leuk wegrijden, maar hij gaat niet open zonder mij. Hé, hey, ga dan maar in die auto dan. Oh, hij is vol. Finn, ik zei het nog. Ja. Nee, is het vol? Ja, maar... Het, is, het parkeerplek is vol, het is daar vol, ook was vol. Kijk, maar kijk, we hebben een perfecte plek. Leuk, en nu? Ja, maar ze zijn ook gewoon helemaal vol. Fuck! Ja jongens, Loetje werd hem niet, maar we zitten nu ergens anders, maar echt. Privé-restaurant, weet ik ook niet. Privé-restaurant geregeld. Ja, het zag er leuk uit. Dank je. Ik denk dat je hier lekker gaat eten met Loetje. Ja, dat denk ik ook wel. Nee, ik weet het wel zeker. Moet je altijd gewoon mij nee, maar Loetje, nee, Loetje is ook lekker. Alleen dit speciale. Wie is Loetje? Die ene van... Die ene uit Oude Kerk en... Huh? Die vriend in jouw broek die je hebt gewassen. Oh ja. Goedje... Ga je op, ik ga wel Loetje. Goed je Loetje wassen. Oh jongens, lekker koekjes en piel piel. Dit vind ik zo chill. Ja dan. Doe dan. Doe dan. Nee, doe dan. Nee, ja. Oh jongens, dit vind ik zo lekker, piu piu. Gaat helemaal zo. Echt Spaans. En een broodje aioli. Nou, is dat dit van lekker? Dan wil ik me lekker hebben hoor. Nee, hoe praat niet? Nee. Oh mijn god, ik weet zeker dat praten niet. Jij bent echt gezellig. Ik weet zeker dat jullie meer praten. Nee, jawel, jawel. Oké, okay, als jullie niet praten. Oh, jullie praten weinig, toch? Ja. En dan praten wij niet. Nee, dat staat er. Kan niet anders. Dat geloof ik niet. Wat dan? Zeg je iemand anders? Ja. Wat dan? Ze willen ook niet met mij praten. Niet, hebben jullie... Willen ze ook niet met jou praten? Ja. Waarom worden wij zo buitengesloten? Ja, ja. We kunnen niet op ons level, weet je wel. Vincent. Dankjewel. Oh. Gastmachino. Top, dankjewel. Toch niemand die met lekker me... voor het slapen. Lekker, hè? Nou. Ga je niet slapen? Heb jij een koekje? Ik ga nog niet slapen. Ga jij slapen? Willem, los. Los. Oké, okay, die mag je hebben. Nou jongens, we hebben lekker gegeten, een koffietje en dan gaan we weer lekker naar huis. Als ik dit drink, dan kan ik gewoon echt niet slapen. Oprecht niet. Maar vanavond niet? Als je koffie drinkt? Nu niet. Vanavond niet. Ja, maar als ik ochtend koffie drink, kan ik ook niet slapen. Ja, maar jij wordt echt teringdruk. Niek gaat stuiteren. Als ik niet koffie drink, gaat hij echt stuiteren. Weet je dat een vierde van de cafeïne nog 12 uur lang in je bloed blijft? Wat zei jij, professor? Ja, dus ik ga vanavond niet slapen als ik dit drink. Nee. Maar zeg maar, het is toch niet, het is toch zeg maar niet heel raar dat je koffie drinkt in de avond. Zeg maar, nee. Meestal na het eten gaan, nemen heel veel mensen toch gewoon koffie. Ik snap dat je na het eten zo'n bak met melkschuim gaat drinken. Dat is raar, want jij kan niet slapen hoor. Jij neemt een dubbele espresso. Jullie zelf drinken en hier nog een bak met melk. Dat maakt toch juist, dat is toch juist minder erg? Dan ga je toch niet nog meer melk en... Dan neem je toch thee. Laat mij gewoon even lekker een cappuccino man drinken joh. Toys in every store. Leuk, echt leuk. Moet je eens kijken jongens, we hebben al een kerstboom. Wat gezellig. Je kan een pimpen dan. Het is wel echt een grote kerstboom. We staan nu op verdieping 1. Ik kan mijn fiets zetten. Niet normaal. We zijn weer thuis. En kijk eens eventjes wat de sfeer. LED-lampen staan aan. Het plafond is weer belicht. Ik heb een leuk kaarsje. Ja, hij is bijna leeg. Hij is bijna leeg. Maar moet je nagaan, we wonen hier al 3 weken of zo. En deze is wel echt lang. Sinds dat we hier wonen zit brand. Wat doe je dat fantastisch. Willem en ik zijn een beetje verslaafd aan geurkaarsen. Dat is echt ons ding. Geurkaarsen, dekentjes. Dat is een geurkaars, linnen. En andere dingetjes, hier, we hebben hier volgens mij nog een geurkaars staan. Dit is vanille. Maar het is gewoon zo lekker. Als je deze aan hebt staan en je komt weer thuis, dan is het gewoon echt fucking lekker. Gewoon lekker, heel lekker geurtje gewoon, lekker. We hebben namelijk nog 5 minuten. Joopie op tv! Ja. Daar ben jij. Echte presentator. Super surprise jongens, ga het allemaal kijken. Elke dag, op set. Zo. Kijk hem even gek doen dan. Niek, het was gezellig. Fijne handdruk. Rustig aan hè. Dag Joopie. Doei. Het is lekker leeg in huis. En iedereen is lekker naar huis. Dus ik ga ook lekker naar mijn bed toe. Vond je het nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.